Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn we donderdag. We zijn vandaag 3 januari. En vandaag moet ik werken. Mijn moeder en mijn vader en mijn zusje hebben nog steeds kerstvakantie. Maar mijn werk gaat al iets drukker zijn, dus dat is wel fijn. Drukker en iets meer volk, niet in drukker van iets meer werken. Gisteren heb ik ook dit boek uitgelezen, het boek van Twilight. Dus morgen begin ik aan nieuwe maan. Alleen vanavond begin ik aan nieuwe maan. Dus heel leuk om het verhaal nog eens te herlezen, want het gaat allemaal een stuk anders dan in de film. Ik kan niet anders dan constant de verschillen te zien in het boek. Dus dat vind ik eigenlijk wel leuk. Vanmorgen moet ik ook een andere boekentas meenemen. Een andere portefeuille. Dankzij het grote soepdrama van gisteren. Hallo, het is 20 voor 4 ondertussen. Ik zit in mijn auto. Ik heb nog een afspraak, daarom ben ik iets vroeger gestopt. En over de middag zijn we gaan wandelen, wat al wel deugd deed. Eigenlijk raar dat we dat nog niet eerder hebben gedaan. Ik moet trouwens echt eens de tijd vinden om mijn GoPro hier in mijn auto te installeren, want dat zou echt super leuke beelden opgeven. Hallo, het is 10 voor 10. Vanavond ga ik beginnen aan het nieuwe boek, aan het tweede boek uit de Twilight-reeks Nieuwe Maan, want gisteren heb ik het eerste boek uitgelezen. Ik ga mezelf ook vlug nog even inspireren met dit goedje. Dit is de bodycream van Kneip en ruikt echt super lekker. Wel een iets meer lentegeur dan wintergeur. Ik ga ook nog een kaars aansteken ofzo. Niet in de kaars. Oh, is mijn andere aansteker. De kaars is te diep, dus met deze aansteker lukt het niet meer. Even op zoek naar mijn andere aansteker.